Je kijkt naar Your TV, de tv-zender van Your World. In 2009 is Rotterdam Your World, de eerste jongerenhoofdstad in Europa. Een jaar waarin jij samen met anderen jouw ambities kan waarmaken. En hier check je uit wat er allemaal te doen is. Anwar Benamou, Rashid Boudal. We gaan de 5 kilometer rennen. We hebben nu ongeveer 6 weken of 5 weken hebben we 2 keer per week op school zitten trainen. We zijn ongeveer even snel, hebben ongeveer. Wat is jullie richttijd? Minder dan 20 minuten. Hey, hoe ging het? Ik viel wat tegen. Was het zwaar? Ja, was wel zwaar. Af en toe stoppen op de weg. Hoe ging het, man? Dat was moeilijk. 30 kilometer. 30 kilometer was ik echt kapot. En het volgende certificaat is voor het... Noordland College! Hey, wat was je tijd? Oh, wat ben ik moe. Mijn tijd was op het nippertje. Wat doen we hier? Wat is hier aan de hand? Nou, er zijn een heleboel scholen die hebben leerlingen aangemeld om 5 kilometer te lopen. En dat is natuurlijk een onderlinge competitie. Het is van 20 plus scholen. Zoveel doen we wel niet mee. En er zijn dus in totaal 12 prijzen te vergeven. Dat ga ik doen met de Nederlands snelste mensen ooit, Nelly Koma. Ik vind het hartstikke leuk. En ook leuk dat de samenwerking tussen Rotterdam Sportstad en Your World heel close is. Heel erg belangrijk. En wie het ook zegt, de jeugd heeft de toekomst. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Eigenlijk had ik het niet verwacht. Nee. Maar trots? Ja, ik ben wel trots. Kan je nog even goed laten zien? Later. Hey, wat kom je precies doen hier? Ik kijk even of er wat tussen zit. Winkelen. Ik kom even naar de Sempasil kijken. We staan hier voor Your Space. Modemarché is vandaag gaande. Modemarché is een stock sample sale van verschillende ontwerpers, merken en een paar winkels. T-shirts, yeah, that's what she likes. Niction for logos at Cartier. The Grand Mr. D or Charlie Sensei. Waarom is het in Your Space? Oh, nou, omdat het Europees Jongerenjaar is in Rotterdam en we het wel leuk vonden om daar ook weer een link mee te maken. Hoe staat het met het ontwerptalent in Nederland en met name in Rotterdam? Nou, in heel Nederland eigenlijk wel goed, denk ik. Het is een diversiteit aan ontwerpers, denk ik, in Nederland. Heb je tips voor jonge mensen die dat ook willen? Ja, heel hard werken en komt vanzelf. Ik denk dat je alles moet proberen vooral en gewoon doen. En niet bang zijn dat iets mislukt, want dan probeer je daarna gewoon iets nieuws. Ja, vooral doorzetten en gewoon blijven geloven in je droom. Off with their heads is what we say. Dames, wat hebben jullie vandaag hier gedaan? Mode bekeken, geshopt. Ja. Kleren gevoeld, geruikt. Ja. Aangeroken. Wat vonden jullie van Modemarché? Ja, heel erg leuk. Heel inspirerend, mooie dingetjes. En ja, heel leuk. Ja, super. Ja, helemaal leuk. Ja, waanzinnig. En zijn jullie geslaagd? Onwijs geslaagd. Ja, wij zijn goed geslaagd. Wil je weten wat er de komende maand te doen is? Hier is de agenda. Wil je meer zien? Kijk dan op your09.nl.